क्लाउड टीवी, क्लाउड टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स, जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर, इंडिया, पाकिस्तान या सुरिनाम का हो, क्लाउड टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सुरिनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का, एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाँ का आपको भी क्लाउड टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारीख नंबर है 0031 6 85 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19, तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए। De financieel-economische crisis is voorbij en er is sprake van financieel-economische stabiliteit. De grootste uitdaging voor de komende tijd is om de economische groei zodanig te stimuleren dat de inkomsten toenemen en de lonen omhoog gaan, waardoor de koopkracht weer toeneemt. Daarnaast moet de inflatie beteugeld worden. Verder komt er dit jaar een omslag van 1,8% in de economische groei. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi gisteren op de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten, de VES. Santokhi zegt dat de periode van plannen voorbij is en dat het nu tijd is voor het implementeren van de projecten en maatregelen. In de regeringsraad van 12 januari, jongstleden, zijn een aantal besluiten hierover genomen. Er zijn 12 trajecten en beleidsdomeinen voor de verdere verbetering van de sociaal-economische situatie geïdentificeerd, waarvan aantal ook is uitgezet. Te weten, herstelplan, uitvoering, IMF-programma, tripartiet akkoord, NRR-traject, namelijk uitvoeren van een strategisch plan, uitvoeren van investerings- en ontwikkelingsprojecten. En wij hebben als regering 85 projecten geïdentificeerd voor de verschillende sectoren. Uitvoeren van het sociaal programma, inclusief het sociaal vangnetprogramma. Uitvoeren van het COVID-19-programma en strategie. Management en strategie voor parastatale bedrijven, waarvan de eerste presentatie al geweest is. Van welke van die parastatale bedrijven verder verbeterd moeten worden, geprofessionaliseerd zal moeten worden. Maar ook die bedrijven die onder een vergrootglas gaan, waarover we besluiten moeten nemen als regering. De overige projecten en maatregelen zijn op de gebieden veiligheid, klimaatverandering, integrale aanpak, ontwikkeling binnenland en dienstverlening naar de samenleving. Voor deze domeinen zullen er onderraden worden ingesteld die rechtstreeks vallen onder het staatshoofd. Een heet hangijzer is de invulling van local content voor de olie- en gasindustrie. Er komt in februari een geüpdate versie van de investeringswet, waarin onder andere het beleid ten aanzien van local content aan de orde komt. Met betrekking tot het local content is er reeds veel voorwerk verricht door een werkgroep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met bedrijfsleven en staatsolie. Wij leren veel van wat in Guyana gebeurt, maar nemen ook de ervaring van andere landen mee, zoals die in Afrika. Men is in zover om een brede maatschappelijke discussie met relevante stakeholders te hebben en hun visie mee te nemen in het finale rapport dat aangeboden zal worden
aan de regering met betrekking tot het local content beleid. En ik ben verheugd u aan te kondigen vandaag dat de stakeholder seminar in dit gebouw zal plaatsvinden en wel op 12 februari aanstaande. President Santokki noemde nog tal van maatregelen die dit jaar het leven van de burger moeten verbeteren. Ook aan de sociaal zwakkeren wordt gedacht. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we hierop terug. De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Steven Dibi-Persat, zegt dat zijn verwachting met betrekking tot de nieuwjaarsrede van president Santokki voor een deel is uitgekomen. Gisteren was de nieuwjaarsreceptie van de VES, waarbij het staatshoofd zijn economisch beleid uiteenzette. De president had echter concreter kunnen aangeven wat de samenleving over zich heen krijgt dit jaar, meent Dibi-Persat. Hoeveel ga ik meer moeten inleveren? Want we gaan allemaal meer inleveren. En wat krijg ik ervoor in de plaats? We willen niet alleen maar weten dat corruptie uit het verleden wordt aangepakt. Waar zijn die gelden gebleven? En we moeten niet alleen maar kijken naar vorige politici en vorige bewindslieden. We moeten ook kijken naar de mensen die vandaag zitten. Maar ze zitten al 15 maanden aan. Dus je moet één lijn trekken. En goed bestuur is goed bestuur van elke regering. Het volk wil zien dat haar belastinggeld goed besteed wordt en dat het leidt tot verbetering. Ik verwacht dat dit het jaar van verbetering wordt. Toch moeten we eerst door die bittere pil gaan, door die bittere bitawiri gaan, voordat die verbetering er komt. Dibi-Persat noemt de vooruitzichten van het staatshoofd, zoals de economische groei van bijna 2% en de aandacht voor de sociaal zwakkeren, een druppel op een hete plaat. De VES-voorzitter zegt dat het nog steeds onduidelijk is wie moet worden geholpen in deze economisch uitdagende tijden. Vroeger hadden we een register bij sociale zaken, maar die is zo politiek belast, zo politiek vervuild. Er moet een goede onderzoek komen welke mensen hebben waarom steun nodig en hoe lang. Uiteindelijk wil je een samenleving hebben die op zichzelf kan staan en geen schoolpakketten nodig hebben of ander type pakketten. Mensen willen ondersteuning, maar mensen willen voor zichzelf vooruitkomen. Die overheid kan daarin helpen. En misschien met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, bedrijven, vertegenwoordigers van vakbonden, kunnen we komen tot een betere situatie in 2022. Want uiteindelijk is Suriname het land van elke Surinamer en niet alleen van de regering. U had toch wel een opvallende vraag voor de president en dat is inzage in sponsoren van de verkiezingen. Denkt u dat u daarop antwoord krijgt? Vandaag heb ik geen antwoord erop gehad. Wij blijven met deze vraag. Wij hopen dat de andere maatschappelijke middenveldvertegenwoordigers deze vraag ook in hun eigen agenda hebben en deze blijven stellen. Het houdt namelijk volledig verband met openbaar bestuur. Alles dat te maken heeft met regelarij en dus met een stukje corruptie werkt groeivertragend, zo besluit Dibi-Persat. Elke 25e van de maand wordt er stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. Op 25 november 2013 werd door UN Women de Orange Day-campagne in het leven geroepen.
Volgens Nazir Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is deze campagne gericht op bewustmaking van het publiek en het vergroten van de politieke wil om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te beëindigen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is internationaal de kleur oranje gekozen. En wij hebben het in Suriname in 2015 opgepakt. En elk jaar hebben wij dan ook in het kader van Orange Day 16 days of activism against violence against women. En dat is dan van 25 november tot en met 10 december. En dat zijn twee markante punten hoor. 25 november is de dag, internationale dag van het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. En 10 december is de internationale dag van mensenrechten. En dus naast deze 16 days of activism hebben wij dan elke maand de 25ste Orange Day. Eskak onderstreept dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de eindverantwoordelijke is ten aanzien van genderaangelegenheden. De afdeling BGA valt onder ons en het is natuurlijk ook de taak van het ministerie om geweld tegen vrouwen, het beleid om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan en om meer die gelijke kansen voor beide seksen, zowel de vrouw als de man, daarmee te waarborgen. Dus vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken als trekker is aangewezen om onder andere Orange Day elke maand de 25e dan de gemeenschap weer daarmee te herinneren aan het belang van het terugdringen dan wel elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ik wil hierbij alle ministeries, alle overheidsorganisaties, de non-governementele organisaties, het bedrijfsleven, alle burgers oproepen om ook dit jaar in het teken te plaatsen van het bestrijden van geweld tegen vrouwen. In Suriname hebben wij nog veel te veel gevallen met betrekking tot geweld tegen vrouwen. En ik denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld. En we kunnen alleen maar samen ervoor zorgen dat we met elkaar bewust maken over dat dit niet verder zo kan. Dat wij dan dit geweld tegen vrouwen en meisjes enigszins kunnen terugdringen, dan wel wat ideaal zou zijn, helemaal stop kunnen zetten. Wereldwijd worden zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25e van elke maand hun omgeving oranje te kleuren. De kleur oranje staat voor een toekomst die vrij is van geweld tegen vrouwen en meisjes. De arbeiders van de wakaipompen in Nikeri zijn in actie. Hierdoor kunnen de rijstvelden in het district niet beschikken over voldoende water, met alle gevolgen van dien. Minister Pralaat Seudin van LVV betreurt de actie bijzonder, omdat juist nu het inzaaiseizoen gaande is. Dus het inzaaiseizoen is al bijna ten einde. Boeren hebben investeringen gepleegd. Vorig jaar heb ik door allerlei combinaties en door in te grijpen van mijn begroting, waar ik niets geld op had, maar twee van de vier pompen heb ik toen gemaakt. Tenminste, de monteurs zijn langs geweest uit Nederland om die een productie klaar te maken. Maar helaas, die pompen zijn er, kunnen draaien, maar nu is er een staking. Dus ik weet niet hoe dat opgelost gaat worden op korte termijn. Ik weet dat de regering bezig is, mijn collega ministers. Maar ik hoop dat liever vandaag dan morgen opgelost is. De arbeiders zijn in actie voor onder andere loonsverhogingen. Maar dat deel ligt op het bord van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.
De actie heeft tot gevolg dat de boeren niet verder kunnen inzaaien, maar ook dat de waterhuishouding die nodig is voor bemesting en onkruidbestrijding niet kan plaatsvinden. Minister Seudin zegt dat de waterstand in het MCP-kanaal op dit moment erg kritisch is en er dringend water moet worden gepompt. De bewindsman legt uit wat de stand van zaken is met betrekking tot de 4 Wakai-pompen. Vorig jaar in mei, juni, waren de deskundigen uit Nederland van de Rijf Pasman, die dan, door die de pompen inderdaad geleverd waren, ze hebben die onderdelen, die waren hier. En voor onderhoud van de pompen, tenminste 2 van de pompen. Maar ze hadden daarvoor, in eind 2019, hadden ze opgenomen allemaal de schade, wat allemaal gedaan moet worden en, qua onderhoud. Maar toen ze eenmaal die machines gingen openmaken, zagen ze van nee, de schade is veel groter. En je kunt mensen beschuldigen, maar in elk geval de schade was daar. En toen kreeg ik het bericht van ons, ze gaan vertrekken, want ze kunnen het werk niet voortzetten. Ik heb toen gezegd van luister, tegen mensen van Pasman, ik weet niet wat je gaat doen, ik weet niet hoe je het gaat doen. Zorg ervoor dat medio oktober dit jaar, want we beginnen de inzaai, minimaal 2 van die pompen werken. En ik moet eerlijk zeggen, ze hebben hun best gedaan. Er zijn onderdelen ingevlogen, wat natuurlijk veel duurder is. Ja. Ze zijn er geweest en in eind van de eerste week van oktober ben ik zelf geweest naar Wakai. En ze hebben daar dan die 2 pompen waar het om ging, hebben ze voor mij proef gedraaid. Ja. Om te laten zien van luister, we hebben ons werk gedaan. Ja. Dus wat dat betreft waren we op tijd. President Santokki beloofde gisteren in zijn nieuwjaarsrede voor de Vereniging van Economisten in Suriname dat uiterlijk eind dit jaar de Wakai-pompen volledig gereviseerd zullen zijn. Het is onze redactie niet gelukt om contact te maken met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport omtrent de stand van zaken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft na klachten vanuit de samenleving besloten om personeelsleden van het CBB een klantvriendelijkheids- en klantgerichtheidstraining te laten volgen. Minister Bronte Somahadjo heeft vanmorgen de training officieel gelanceerd waarbij hij de personeelsleden moed insprak. Volgens de bewindsman zal deze training zowel het CBB als de samenleving ten goede komen. Belangrijk is omdat wij weten natuurlijk dat CBB de grootste dienstverlenende organisatie is van het land. En de dienstverlening kan beter. Dat kan vanuit het oogpunt vanuit de ambtenaar, maar ook vanuit het oogpunt vanuit het consument. En deze klantgerichtheidstraining is voor beide kanten goed. De ambtenaren krijgen nu de tools om klantgerichter te zijn. En de consument gaat daar de vruchten van plukken. Ik heb ook weer de afgelopen tijden de klachten gehoord van een paar CBB-kantoren. Maar tegelijkertijd wil ik zeggen, we moeten wel rekening houden met de coronapandemie waarin we nu zitten. Dus als er een rij langer is dan normaal of een BVB-kantoor later open is dan normaal, laten we daar meer rekening houden. Aan de andere kant zeg ik ook, de consument moet op zijn best bediend worden. En ik denk dat een van die tools een klantgerichtheidstraining is. Zoals je weet, vanaf het begin zijn wij bezig met CBB. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we maken kleine stappen vooruit. Op het CBB wordt nog veel met papier gewerkt. Het ligt in de bedoeling dat alle overheidsinstanties, dus ook het CBB, geautomatiseerd worden, zegt Somahadjo. Voordat wij afzwaaien, willen wij ervoor zorgen dat CBB helemaal gedigitaliseerd is. We hebben daar een aanval mee gemaakt. Belangrijk voor digitaliseren is dat de documenten, de brondocumenten goed zijn. Dus dat de informatie wat in de brondocumenten klopt. En dat is ook goedgekeurd door de regering. We hebben toestemming gehad om de brondocumenten te valideren. Dus we gaan stuk voor stuk kijken of ze allemaal kloppen. En dan gaan we ze in een digitale snelweg gooien. En ik hoop dat binnen een jaar, 2 jaar af te hebben. Maar u kunt ervan overtuigd zijn. CBB gaat ook volledig digitaliseren. Dat betekent dat er voor onze medewerkers van het CBB ook andere
taakstellingen komen, leukere activiteiten, diepzinnige activiteiten waarmee zij zich kunnen bezighouden. Dus uw antwoord kort daarop, ja, wij gaan digitaliseren. De training zal nog enkele maanden duren. Daarna zal er een natraject zijn om te zien wat het resultaat van de training is.